Ja, het is verschrikkelijk heet. Ja. Ja, dus normaal gesproken oosten we wel al rond dit tijdstip, maar het is eigenlijk nog nooit zo heet geweest als we nu meemaken. Afzien dus voor de Bulgaarse pompoenplukkers. Ze lopen eigenlijk de hele dag gebukt en ze moeten snijden en lopen in principe. Dus ja, pompoenen weegt een paar kilo. Maar goed, als je daar toch de hele dag zo mee in de weer bent, dan is dat redelijk zwaar werk. Ja. Maar van een tropenrooster tijdens het pompoenplukken is geen sprake. De oogst moet doorgaan. De hitte tast de kwaliteit aan van de pompoen. Door deze hitte en deze zon krijgen we ook weer behoorlijk wat slijtage. Die pompoenen die kunnen 50, 60 graden worden als ze zo op het veld liggen, zeg maar. Dus dan is het al zaak dat we ze snel naar binnen halen en zorgen dat ze op een constante temperatuur blijven.